Welkom Dutch Bibliof Boeken van Arthur. Een nieuwe doos vandaag. Doosje 93. Hij zit vol, zoals jullie zien. Hij zit helemaal bol. We gaan snel beginnen. En ik denk dat het een lange uitzending wordt. Met veel verschillende kleinere boeken. Dit zijn Milton mapjes. En we gaan het over Groninger kerken, zo te zien. Ja. Oude Groninger kerken, zie je? Maar kijk eens aan. Allemaal kerken, interieurs van kerken. Nou, tekeningetjes. Nou, dat was het. Boekje 1. Ik heb al stiekem gezien dat ik ook nog een boekje 2 heb. En boekje 2. En ik heb ook nog een boekje 3. Stichting Oude Groninger Kerken. Deel 1, 2. Kijk, ik zie ineens dat er ook een deel 2 staat. Dus ik heb 3 delen. Dat is mooi, hè? Lijkt wel compleet. Dan, de middelbare leeftijd. De bloei van je leven. Wij mensen. Nou, die zijn ook in de bloei van hun leven, zeg maar. En deze twee dan. Goed, nou, boekje over de middelbare leeftijd. Dan een boekje over mensen onder elkaar. Nou, dat is een beetje hetzelfde serietje zo te zien, kijk. Hetzelfde kaft, zie je, hetzelfde kaft. Zo hetzelfde gaan. Gedrag en omgang. Onder, ja, foto's erbij. Over het imago wat ontstaat tot er zelf maken. Enzovoort. Nou, leesboekje. En dan, Op zoek naar de mens, meneer Schuurman. Mannelijke en vrouwelijke in oneindig gevarieerde wisselwerking. Nou, veel leesvoer. We geloven het wel vandaag. Wat hebben we hier? De platwormen vervelen zich. De mens verklaart vanuit zijn dierlijk verleden. Nou, dat is altijd wel leuk, want ik vind eigenlijk gewoon dat mensen gewoon dieren zijn. Alleen we hebben wat meer hersens meegekregen en daarom zijn we slimmer en denken we dat we geen dieren meer zijn. Maar volgens mij zijn wij gewoon nog dieren. Over onze kinderen, een klein prisma boekje zo te zien. Goed, die zetten we snel aan de kant. De taal van het lichaam. Ook een soort prisma boekje. Veel tekst. En we zouden overgaan, ons lichaam vertelt ons meer dan onze mond kwijt wil. Het kan zelfs door houding, beweging en gebaar ontkennen wat we zeggen. Kortom, het lichaam kan minder goed liggen dan wij. Nou, dat is altijd wel, toch wel interessant om eens een keer te lezen. Dan, aantrekkelijke erotiek in mode. Kijk, dit is pas aantrekkelijk, hè? Dit is erotisch. Althans, dat was een paar honderd jaar geleden. Kijk hier. Ook een hele dikke kont. Tegenwoordig die Surinamers hebben dat allemaal. En dan natuurlijk. Hier is het nog in elkaar geflanst met wat kleding. Nou. Ik weet niet precies waar het over gaat. Het gaat over erotiek. En de mode. En dan. Een heleboel boekjes. Wie wat waar. Wie wat waar. Wie wat waar. En wie wat waar. Dan gaan we nog een tijdje door, denk ik zo, want het is een hele serie van. Dit is iets anders. Liefdeschecks. Geloof ik dat er staat. Nu even kijken wat er dan in zit. Nou, ik heb geen idee. Schijnbaar is het iets wat je kan invullen. Kijk, je kan hier van, voor, op. En dan kan je dit wegsturen. Want dan kan je uitscheuren dit. Maar wat daar nou precies de bedoeling van is, ik heb geen idee. Ik zou zeggen, zonder wie zin in. Dan hebben we hier de gedresseerde vrouw. Ja, dat zou leuk zijn. Waar gaat het over? De meeste mannen zijn souteneurs. Kijk, hier. Dat staat hier, hè. De meeste mannen zijn souteneurs. Staat er gewoon, hè. Hannelore Schütz zegt dat. Niet van het aardige, oprechte soort.
dat in funzige, stinkend, vervelende en rokerige spelonken moet rondhangen tot een meisje hem een stapeltje bankbiljetten brengt. Dan weet je waar je als vrouw aan toe bent. Een pak ransel wanneer de poen en werktijd niet kloppen. Waarschijnlijk gaat het over prostitutie. Lijkt mij, maar voor de rest weet ik dat niet. Wil jij 7 kinderen? Nou, ik denk dat dat tegenwoordig een beetje voorbij is. Ik denk niet dat er zoveel mensen zijn die nog 7 kinderen willen hebben. Jij en ik over liefhebben, samenleven en gelukkig zijn. Wat is iets van, als je dat uit een boekje moet halen, dan gaat het ook lukken. Ja. En dan, wat hebben we hier? En wie wat waar? Verbeter uw geheugen. Ik moet zeggen, als je tegen mensen die... Oh, in 30 dagen nog wel. Ja. Als je Alzheimer hebt of zo, of die andere meneer, weet het, Korsakoff, dan gaat het allemaal niet meer zo goed lukken. Nou ja, misschien kan je nog eens wat op mijn oude leeftijd kan ik nog wat oefenen. 7 kleuren in ons leven. Waar zou het over gaan? Gaat van meneer Svenke. Een van zijn eerste letterkundige bijdragen in het dagblad. Jaren geleden was het gebaseerd op het heiligtal 7. Dat boeide hem omdat het in vele zijn zin wordt aangetroffen. Nou ja, een mikmak. Nu gaat het over 7 kleuren. Ja, ja, nou, ik... Het is wel mooi, dus ik dacht, het heeft niks met kleuren te maken, maar wel met Escher en gravures. En dit vind ik wel mooi. Beetje vaarboekje als ik hier moet zijn. Zij bepalen onze toekomst. Wie zijn zij, de bruggenbouwers van onze tijd, die met hun filosofen, vieën en religies het denken van onze eeuw gevormd en beïnvloed hebben? Maar dat is misschien wel leuk. Over de Maharishi zie ik en allerlei andere slimme mensen. Rudolf Steiner zie ik ook zo snel staan. Moeder Teresa ook nog. Moeder Teresa. Je weet wel, Moeder Teresa was in Calcutta een vrouw die daar allerlei armen heeft opgevangen en daar heel goed werk heeft gedaan. Nog een Nobelprijs van de Vrede heeft gekregen. Maar ja, inmiddels al lang dood. En dan, oh, oebelen. Oebelen is hupsakee, oebelen is holladier, oebelen is weet ik veel. Dat is een raar, dit is, heeft 1 of 2 jaar gedraaid, oebelen. Met Nijholt. En ja, dat is dat programma dat kent maar en bepaalt hoeveel mensen kennen dat in Nederland. Wel, de leeftijd. En dan, oebelen. En dan hebben we hier even iets heel anders. Ook over oebelen, maar dan over borsten. Borsten spreken over hun borsten. Of vrouwen spreken over... Vrouwen spreken over hun borsten. Een fotomodel Jackie die praat erover. En Alice praat erover, dat is een tandartsassistente. En hier kan je zien hoe je ze aan moet passen. En die mevrouw kennen we ook wel. Die is ook heel rondborstig. Nou. Weer een borstenboek, zeg maar. En dan heb ik hier in 15 dagen leren denken. Dus eerst hadden we een 30 dagen geheugenverbeteraar en nu een 15 dagen leren denken. Nou, ik vind dat zelf altijd wel interessant. Kijk, dan krijg je dit soort... Oh, kijk, er zit ook nog een spelletje in. Zie je hier? Het L-spel. Zie je? Och, jeetje, jongens. Kijk, dit is zo'n plaatje. Kijk, dan moet je dit erop leggen. En hier zijn dan de stukjes. Kijk, hier zijn dan stukjes. Zie je? Nou, het L-spel beter leren denken in 15 dagen. En dan, wie bent u? U bent u. U bent wie? Hebt u gevoel voor humor? Vindt u dat u charmant bent? Bent u jong van hart? Kortom, je kan het lezen aan je gezicht. Hoort hij tot het serieuze typen? Nee of ja? Oh, dat moet je allemaal invullen. Kijk, dan stellen ze hier een vraag en dan moet je allemaal vragen invullen, ja of nee. En dan denk ik zomaar dat hier ergens achter de antwoorden staan. Nou, dat zie ik dan weer niet zo snel. Maar schijnbaar zullen ergens de antwoorden staan. Oh ja, kijk hier. Kijk, er staan hier dan de antwoorden. Zie je die hier? Die antwoorden. En dan de telling.
En als je dan 1 tot en met 5 vragen goed, dan u bent zelf uw ergste vijand. Kijk, aan zo'n boek heb je nog eens wat. Dan heb ik hier tussen, ja tussen hè, want kijk, daar zit zo'n plakketje op en dan kan je dat niet meer lezen. Hè? Maar dan moet ik even hier tussen schandpaal en schavot. Wijdlopige nota's en opgewonden bittertafeld gesprekken worden gewijd aan de toenemende criminaliteit. Nou, daar gaat het dan over. Criminaliteit, ook van alle dagen. En dan Zino Davidoff, het boek van de sigaar. Dat is meneer Davidoff. Je weet wel, Davidoff heeft allemaal die grote mooie sigaren. Kijk, er zit ook nog een Axel Giro kaart in. Ja, dat kennen we niet meer. Hè? Deze kaarten, die zaten vroeger overal in. Goh, zeg maar. Dat is leuk om te hebben. Maar goed. Nou, dat gaat over die sigaar dus, hè. Dat begrijp je dan ook wel weer. Het is ook niet zo moeilijk om te bedenken. Nou, er staat niet zoveel in. Beetje plaatjes, beetje tekst. De sigaar. Meneer Beethoven. En meneer Beethoven is geboren waar? Dat heb ik u wel eens eerder verteld. Die is geboren in Antwerpen. Is een Vlaming. Ja, ik wist dat ook niet. Maar dat heb ik laatst eens ergens gelezen. Ik dacht eerst dat het een Nederlander was. Velen denken dat het een Duitser is, maar het is echt een Vlaming. Ik dacht, ik ga nog even kijken of ik nog iets kan vinden daarover, maar dat lukt me niet. Maar dat is Beethoven. Mijn man en ik. Gaat over de privé. Nou, deze zijn al uit elkaar volgens mij. Hè? Mijn man en ik. Het staat ook niet bij waar het over gaat. Oh, is dat niet leuk. Nog een bloemetje. Tot de dood onderscheidt. Tja. Nou. Oud en wijs. Oftewel in het goed Nederlands. Oud en wijs. Een gids voor verstandig ouder worden. Nou, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Waarom zou je verstandig oud moeten worden? Je moet altijd nadenken. En soms is nadenken ook helemaal niet leuk. Het gouden historieboek. Kijk, ook dat is leuk. Kijk, met helemaal plaatjes hier, met plakplaatjes. Voor de kinderen is het eigenlijk, hè? Dit gaat denk ik over de Bijbel. Over de Bijbel gaat het. Nou, dat is leuk. Het historieboek. En dan denk ik dat ik hier nog een deeltje 2 heb. Want hier heb ik het dierenboek. 4 gouden dierenboeken. Kijk, hier de neushoorn. Kijk, dan zitten hier de plaatjes. Zie je? De plaatjes. En die kan je dan hier opplakken. Alleen hier is niet zoveel meer gedaan. Die met de Bijbel. Oh, kijk. Hier zijn we schijnbaar halverwege gekomen. En dan houdt het hier ergens wel op bij de... Nou... Het zal bij de haaiopvang ophouden, want daar is Freek Vonk ook gestopt, zeg maar. Bij de blauwe walvis stoppen. Hebben we dat nog gehoord? Freek Vonk is aangevallen door een haai. Dat is gisteren gebeurd. Dan weten jullie even hoe recent het is. Hey, en daar is hij nog redelijk goed van afgekomen, heb ik begrepen. Het Oude Rome is een boek over het Oude Rome. Bedreven in oorlogsvoering. Maar dat wisten we allemaal. Heel mooie andere dingen gebouwd. Nou, aanvalsvestigingen en van alles en nog wat over het oude Rome. En zo te zien hoort dit bij een serie van Parool Live. Even kijken jongens, wat hebben we hier? Vrouwen tussen 40 en 60. Meer weten betekent... Minder problemen voor de vrouw tijdens en na de overgangsjaren. Nou, ik ben een man, dus ik heb daar moeilijke kinderen. Nou, wie wil hem lenen? Het kind en de samenleving. En hoofdpijn, oorzaak en bestrijding. Met speciale aandacht voor migraine. Ik krijg er nu al hoofdpijn van. Bijna op de doos. De doos valt bijna om. Kijk eens wat we hier hebben. Liefde. Liefde. Een heel boek over liefde. Met foto's van Arnold Smolik. Waar gaat het nu over? Dat gaat over liefde. Oh, kijk, het zijn foto's. En dan staat erbij waarschijnlijk over
wat ze allemaal kan doen. Ik ga het niet voorlezen, want dezelfde voor pijnprikkels gevoelige zenuwen kunnen ook geraakt worden door de huid sterk af te koelen. De bedoeling is dan met een handje fijn gestampte ijs of zeer koude handen tegen van de man te drukken, zodra de begint. Ja, ik moet mezelf censureren. De ademhaling, de penetratie, de geslachtsgemeenschap, houding en variatie. Nou, kortom, het is weer een boek over de liefde. Ik heb deze keer wel netjes gehouden, hè jongens en meisjes. De mensen zijn boekenvrienden, ja, jullie denken, zullen wel denken, wat gebeurt hier ineens? Maar de batterij was op, dus ik moest eventjes bijladen. Dus vandaar deeltje 2 van doos 93. Waar gaan we nog mee verder? Een oud boek. De kaft is al een beetje kapot, zoals jullie zien. Vuur over Sumerië. Het ziet eruit als een leesboek voor kinderen. Nou, voor door meneer Wilkenshuis. Ik ben daar te oud voor. En wat hebben we hier? Een ander boek, De Beklimming van de Mount Everest. Dus dat ziet er ook uit als een leesboek. Kijk, met wel met mooie plaatjes. Hij is al een paar jaar oud volgens mij, dat boek. Even kijken hoor. Een woord van dank staat erin. Kijk, ook nog kijk. Vrijdag 3 mei 1963. Een krantenknipseltje erin. Is dat leuk? Twee leden van de expeditie die bezig zijn met de beklimming van de Mount Everest hebben woensdag jongsleden de top van deze berg bereikt. Nou, is dat niet leuk? Een extra dingetje erin. En een boekje over hygiëne van de vrouw. Ook al een tijdje gedateerd. Mooi ingeplastic kafje eromheen. Wij verwachten ons kindje. Ouders van dezelfde auteur. Zie je. Dit is de tweede druk. Nou, dit is de zesde druk, sorry. Dat is de tweede druk van dat boekje en dit is de zesde druk van dit boekje. Kijk, en dat is 1957. Een volgend boekje. Ik ga het ook even zo neerzetten. De mens en zijn symbolen van meneer Jung. Oh, kijk, zie je, dan krijg je hier allemaal tekeningetjes. Zie je, hier tekeningetjes. Wat het allemaal betekent. Al deze dingen. Want ja, in die hele kunst en schilderijen en beeldhouwkunst zit vol met symboliek. En eigenlijk moet je dat allemaal weten en kennen om te weten waar je het nou over hebt. En daar is dit boek voor. Handig om eens een keer mee te nemen naar het museum. En dan heb ik hier nog een klein dingetje. Dingen die dagelijks dienen. Raad en daad voor het gezin. Een vraagbaak. Van meneer P.J.P. van Vliet, die doet in Wijnen, maar daar zal daar weinig mee te maken hebben. De huwelijksdag. Kamerplanten bij afwezigheid water geven. Nou, het is geen idee wat het is. Het is wel grappig. Het blaadje van de gemeente Den Haag ziet eruit zo, kijk. Nou, moet maar even kijken. Misschien een hebben dingetje voor later. Om eens verder te zoeken. En wat heb ik dan hier? Hier heb ik een hele cassette. Ik ga even de doos neer wegzetten. Drie boeken van Sesam. Frans-Duitse Eerste Wereldoorlog. En twee boeken over de Tweede Wereldoorlog. Ga ik hem even zo neerzetten. Want dan kan ik misschien een boekje uithalen. Zijn boeken, kijk, zijn dikke boekjes. Mooi ingedingest. Mooi kaft eromheen, ingebonden heet dat. Nou, dat gaat dan over de Eerste Wereldoorlog en de Frans-Duitse oorlog. Over Napoleon staat er een stukje in. De capitulatie van Metz. Hoe het hem verder ging. Nou, veel lezen. Oh, er zijn nog wat plaatjes bij, kijk, er zijn nog wat plaatjes bij. Nou, zullen jullie begrijpen, de Tweede Wereldoorlog zal ongeveer hetzelfde eruit zien. Kijk, er zit wel een mooie kafje, kijk, het is wel mooi, is zo.
Nou, dit was doos 93. Hij is helemaal leeg, zoals jullie zien. Ik bedank jullie voor de aandacht en voor dadelijk lekker slapen.